Luister dan naar de aanwijzing van mij om het op te lossen. ATB betekent trouwens automatische treinbeïnvloeding. Het vierkante witte bord met de zwarte rand en zwarte cijfers geeft de maximumsnelheid aan op dit baanvak. Een 8 op het bord staat voor 80 km per uur. 12 voor 120 km per uur. Een blauw bord naast de rails op het station geeft de plek aan waar de trein moet stoppen. Een geel sein is een teken dat het volgende sein op rood staat. Let op, voor een rood sein moet je stoppen. Let op, als het witte licht op het perron brandt, dit heet het vertrek sein, dan kan de conducteur de deuren sluiten. Dat laatste zie je aan het groene lichtje. Daan, je mag rijden. Pas op, je moet stoppen voor het rode sein, anders rijdt de ATB. Ja, dat is namelijk. Oh jee, de ATB heeft ingegrepen. Nu heb je de poppen aan het dansen. Machinist, wat is er aan de hand? Wij zien dat de ATB heeft ingegrepen. Je krijgt nog de laatste kans om het traject af te maken. Ja, Daan. Zo hard mag ook wel doen. Vleken wij als je zo gaat, dan weet je wel. Die rail, het lijkt net op die rails ook rijdt. Je gaat te hard. Je moet nu snelheid minderen. Anders krijgt de ATB. Ja, ik denk. Daar! Ik toch wel even voor ik een kop. Nee. Zuster. Je gaat te hard. Je moet nu snelheid minderen. Anders krijgt de ATB je. Voor jullie. Gaan jullie zo proberen? Ja.